Ik wil graag welkom heten de heer Bassoum van Hart voor de K-buurt. Welkom. 3 minuten. Daarna mogen de algemeen bestuursleden u vragen stellen. Ik ben zover, denk ik. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Marco en ik kom uit de K-buurt. Ik ben geboren en getogen in de K-buurt. En in de afgelopen periode is er, zoals u wellicht al weet, een mooi participatietraject geweest. Waarin is getracht om de buurt mee te nemen in het proces waarin we vorm gingen geven aan hoe de fysieke inrichting van de buurt eruit ging zien. Daar hebben wij als een heleboel bewoners hebben daar aanmerkingen op het proces, hoe dat is verlopen. En daarvoor zijn we afgelopen week woensdag gaan inspreken bij de gemeenteraad. Wethouder Van den Burg gaf het volgende aan. Hij gaf aan dat hij graag van het AB wil zien dat zij kijken en vragen stellen over het participatietraject om te kijken wat daar nou mee is gebeurd. Ik zal even het filmpje tonen van wat hij toen gezegd heeft. Nou, geen geluid. Oh. Ja, ik weet niet wat er nu gebeurt hoor. Kan de tijd even stilstaan? Want ik weet niet dat... Kijk hoor, je moet het geluid hier aan doen. Kijk. Ja, beneden misschien. Ja. Yes. Oh, ik heb het weggehaald, sorry. Hier zo. Oké, dit is wat de wethouder zei. Op dit moment vind ik het nog te vroeg om mijn eindoordeel te geven. Ik ga hierover mijn eindoordeel voordat ik het aan u voorleg uiteraard, want uiteindelijk heeft u het eindoordeel. Ik ga hierover wel in gesprek met het DB, maar ik zeg er wel bij, in eerste instantie en tot 1 april is het aan het AB van het Stadsdeel Zuidoost, is het natuurlijk ook aan uw partijgenoten daar om de participatie te controleren en daar het DB op aan te spreken, want dat is het bevoegd orgaan. Dank u wel, wethouder. Nou, dat was een duidelijke boodschap aan de buurt. Tot 1 april is het aan het algemeen bestuur om hier vragen over te stellen. Wij als buurt willen graag vandaag een signaal aangeven dat het niet zo sprankelend was. Zodat het niet zo doorloopt en wordt goedgekeurd als een project wat de buurt perfect past. En daarom kom ik en wil ik vandaag aangeven dat er een heleboel mensen zijn uit de buurt die vinden dat het een systeem was die heel erg past voor mensen die assertief zijn en hoogopgeleid en heel goed weten naar voren te stappen en hun mening te verwoorden, maar niet iedereen uit de buurt past. En ik zal een voorbeeld daarvan is de volgende foto die verschijnt. Dat is een van de workshops. Daar zie je dat hetzelfde soort mensen, de mensen zijn die afkomen op dit soort participatietrajecten. En blijkbaar is het dus niet passend, want ik woon al mijn hele leven sinds 94 in de K-buurt. En dit zijn niet de bewoners van de K-buurt die sinds 94 daar wonen. Dat is wat we met een heleboel mensen van mening zijn, dat dit dus blijkbaar niet een vertegenwoordiging is voor de hele buurt. En... Verder, dan hebben we al een beperkte hoeveelheid mensen, soort mensen uit de buurt, die meedoen aan zo'n traject, omdat het alleen voor hen past en voor hen uitnodigend is om mee te doen. En dan krijgen we uiteindelijk 2 varianten waar de hele buurt op mag stemmen. En vervolgens, zoals u hier kunt zien, krijgen we bericht in Echo, zo'n 300 tot 400 bewoners in de K-buurt hebben gestemd op een ontwerp, in een buurt van 5000 mensen. Dat is al schaars. Dat is al heel schaars. Ik bedoel, we zijn al ontevreden wanneer 30% is tijdens de verkiezingen. Maar dan lezen we ook nog ergens anders dat het niet eens 200 stemmen zijn geweest. Terwijl in de echo vanuit Stadsdeel Zuidoost is doorgegeven dat er 300 tot 400 stemmen zijn. Onze vraag aan het algemeen bestuur is, kunt u voor ons uitzoeken hoe dat komt, waar die discrepantie vandaan komt? En aan het dagelijks bestuur is de vraag, hoe komt het dat die getallen verschillend zijn doorgegeven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Basum. Marco? Er zijn nogal wat. Ik ga toch beginnen bij meneer Kela, want die was het eerst. Meneer Kela. Ik gebruik een paar keer het woord soort mensen. En dat viel me meteen op, want ik wil van jou zelf weten. Wat voor soort mensen zijn dat? Voor mijn begrip. Dan, nou ja. Ik heb het over het soort mensen dat heel assertief zijn. Dus heel erg naar voren stappen. En heel goed uit hun woorden weten te komen. Ik heb zelf in het adviesteam gezeten. En wat ik zag en wat ik zelf heb meegemaakt, is dat het de input van de mensen die heel wel bespraakt zijn, die input wordt uiteindelijk meegenomen in de beslissing. En het zijn heel vaak de mensen die niet goed uit hun woorden weten te komen, wiens input wordt weggewerkt voordat het in de notulen aan het einde van de avond wordt meegenomen in de beslissing. En dat is alleen al het adviesteam. Laat staan de mensen die er helemaal niet in zijn gekomen. Ja, bedankt voor het inspreken. Ik had toch wel even een vraag, want ik begrijp een beetje dat ook aan het aantal mailtjes dat wij krijgen als leden van de bestuurscommissie, dat er heel veel mensen nu op dit moment ontevreden zijn over de voorstellen die gedaan zijn. En dat het natuurlijk nu gestemd is voor twee plannen. Nou begrijp ik dat jullie eigenlijk dat er veel bewoners zijn van de K-buurt die eigenlijk opnieuw het participatietraject zouden willen ingaan. Ik vroeg me nou wel even af, hè? Want stel dat al die mensen die daar allemaal wonen, dat die nou allemaal wel hadden meegedaan. Wat zou er dan anders geweest zijn aan het ontwerp, wat er nu ligt, de twee ontwerpen die er nu liggen, en als die mensen dan allemaal wel hadden meegedaan? Dat was mijn vraag. U vraagt me natuurlijk om een uitspraak te doen over een hypothetische situatie waar ik natuurlijk niet van weet wat de uitkomst is. Maar ik zal u zeggen, misschien is het wel precies hetzelfde wat er nu ligt. Misschien wel. Maar dan had ik het graag van de hele buurt gehoord, dat we het als buurt samen die connectie zoeken, in plaats van dat het nu gaat gebeuren. En dan komen mensen er misschien achter dat er iets plaatsvindt of iets gebeurt in hun buurt, waar zij helemaal nooit meer in hebben gestemd. En dat het uiteindelijk zorgt voor een tweedeling in de buurt. En dat is het laatste wat we willen in de K-buurt. Is dat de antwoord op je vraag? Ja, ook bedankt voor het inspreken. Ja, ik heb ook wel een klein beetje, net als meneer Kela, een beetje moeite met mensen indelen in soorten. En ik begrijp best wat u bedoelt hoor, met mensen die assertief zijn. Maar u heeft in een advies ding gezeten, hè? Wat heeft de... er is een hele actieve groep in de K-buurt, laat ik het zo maar even zeggen. Die zich hier al heel lang mee bezighoudt. Wat hebben die dan precies voor ogen gehad om die mensen wel erbij te betrekken, die dus niet zo assertief zijn en die dus blijkbaar weggemoffeld worden, zelfs in de adviesgroep, zoals u zegt. Wat heeft die actieve groep in de K-buurt eraan gedaan om dat niet te laten gebeuren, is mijn vraag. Ik kan me herinneren dat aan het begin van het traject, toen was er een startbijeenkomst waar wij als Hart voor de K-buurt de hele buurt hadden uitgenodigd. Dat was ook te zien in de resultaten, want het was de meest druk bezochte bijeenkomst van alle keren. Vervolgens hebben wij, toen het adviesteam was samengesteld, het idee was dus, mensen kunnen naar voren stappen om zich aan te melden voor een team wat voor de rest van het traject met elkaar ging in overleg ging. Dat zou bestaan uit 12 mensen uit de buurt. Daar kwamen 40 mensen, hebben zich daarvoor ingeschreven. 12 mensen zijn uiteindelijk geworden. En die 12 mensen zouden dus continu bij elkaar komen. Toen hebben wij als Hart voor de K-buurt getracht om buiten het wijde bliktraject om bij elkaar te komen, om nou te gaan bespreken hoe gaan we onze achterban daarbij betrekken. Toen wij dat deden, toen zijn wij gestuurd op een niet zo blije wijde blik, die zei, nou laat alsjeblieft het traject gewoon aan ons over.
wij willen dit zelf vormgeven. We willen niet dat jullie bijeenkomen buiten onze tijden om. Waarop precies deze reactie was de onze. U kunt ons als bewoners toch niet verbieden om bij elkaar te komen. Maar we hebben onze handen er niet in willen branden. Dus hebben we gezegd, wij laten dit maar, want wij zien dat dit toch niet is hoe het zou moeten gaan. En we hebben daarom onze handen daar vanaf getrokken om verder nog iets te doen in de zin van participatie en de buurt daarbij betrekken. Op uw tweede vraag over hoe we dat wel zouden doen bij de mensen die minder assertief zijn en de mensen die op dit moment niet betrokken waren. Ik denk er zijn een heleboel laaggeletterden bij ons in de buurt waar een heleboel mensen niet eens van af weten. De mensen die de taal heel slecht beheersen. Daar is tegen het einde wat aan gedaan dat er ook Engelse versies van flyers kwamen. Er zijn mensen die het niet weten, het belang van aanwezig zijn. Wij weten wat de benodigdheden zijn van de mensen die nu niet aangesproken voelen door zo'n traject. En wat daarvoor nodig is om ze daar wel bij te betrekken. En ik denk dat het ook daarom juist zo broodnodig is dat de bewoners en in mijn beleving gewoon de mensen die er nu het meest actief zijn in de buurt, dat is Hart voor de K-buurt, dat die proberen om ervoor te zorgen dat iedereen in de buurt daarin wordt meegenomen. Want dat is gewoon op dit moment niet gebeurd. En ik denk dat het heel veel beter kan. Nee, dat begrijp ik. Maar dan nog rijst bij mij de vraag van... En dat komt eigenlijk een beetje overeen met de vraag van mijn collega hier naast mij. Hadden jullie dan verwacht dat daar iets anders uit zou komen? Ja, als er, wat er dus nu uitgekomen is, als dat blijkbaar naar tevredenheid is van de mensen in de K-buurt. Of je nou linksom of rechtsom gaat, maar dan ligt daar toch iets wat acceptabel is. Ik, om nu op de inhoud in te gaan, vind ik heel lastig. Omdat ik denk het niet. Ik denk niet dat we hier zitten voor de inhoud. Want ik kom inspreken over het proces. En het proces, het participatietraject, is naar onze mening niet een participatietraject geweest waar de volle breedte van de buurt in is meegenomen. En uiteindelijk, als u wil weten over de inhoud, de twee varianten die er uiteindelijk als keuze naar het publiek toekwamen, waren twee varianten die letterlijk de bouwstenen lieten zien van hoe de bebouwing eruit ging zien. En niet een visie representeerde en niet zeiden over de voorzieningen of de openbare ruimte of iets. Het waren twee varianten van bouwblok. Michel, meneer Itzinga, pardon. Ja, dank u voorzitter en dank ook voor het inspreken. Een aantal vragen zijn inmiddels al beantwoord. Wat ik me toch afvraag, van u heeft zich aangemeld als kandidaat voor het adviesteam. Die rit heeft u ook verder uitgezeten. Ik zie u toch ook als een vertegenwoordiger van een grote groep bewoners, een groot netwerk daar. Heeft u... Mondig. Assertief. Ja? Ja, nee. U begrijpt mijn vraag, meneer Kela. Ik ben erg blij dat het geval is. Ja. Nogmaals, ik zie u echt als een vertegenwoordiger. Waarom lukt het dan toch niet om dat gevoel mee te nemen in de adviesgroep? Daarnaast vraag ik me af, ik hoorde van u, er waren 40 kandidaten voor de adviesgroep en uiteindelijk 12 hebben daar zitting mogen nemen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe die selectie er heeft uitgezien. Of daar heel duidelijk is gekeken van vertegenwoordigingen vanuit de groepen bewoners daar. En ik ben ook heel nieuwsgierig, want u zegt nu, u komt met de vraag van, ga het proces weer helemaal opnieuw doen. Zo'n participatieproces is nieuw in onze samenleving. In een participatieve samenleving mogen we dat ook verwachten. Maar het is voor alle partijen een zoektocht. Het is voor het staat zelf, voor het lokaal bestuur, ook voor bewoners een zoektocht van hoe gaan we daar in gezamenlijkheid mee om. Vraag is van, heeft u dit kunnen voorzien? Kennende, u weet wat voor
categorieën bewoners daar aanwezig zijn. Op zijn Amsterdams gezegd, goed gebekte, heel assertief, maar ook mensen, laaggeletterd en dergelijke. Kijkend naar de opzet van dit project, heeft u dan niet kunnen voorzien van, ja, maar hier komt weer een heel selectief clubje uit, wat dan met stroom verder gaat praten. En wat voor, als u zegt van, doe het opnieuw, en daar zijn we nog lang niet uit uit die vraag, maar de vraag die zich wel opdoet, is van hoe moet het dan ook volgens de bewoners uitzien? Om in goed samenspel tussen lokaal bestuur en bewoners te kijken van hoe gaan we dat hele traject van participatie meepraten over de inrichting of herinrichting van openbare ruimte in. Daar hebben wij ook in feite behoefte aan. Dank u wel. Op uw volgens mij eerste vraag. Uw eerste vraag was volgens mij op welke manier de adviesleden waren samengesteld. Dat was van de 40 mensen die daar waren, hebben de bewoners zelf mogen beslissen wie daar de vertegenwoordigers vanuit verschillende wooneenheden in de buurt, die wooneenheden dus geografisch bepaald, laat ik het zo zeggen. Dus dat was op zich prima. Op uw vraag hoe wij als bewoners het participatietraject zien, voor ons zien, hoe dat beter kan. En ik wil benadrukken dat ik niet heb gevraagd om een nieuw participatietraject. Want dat vragen we niet, want we willen niet alles van de afgelopen 8 maanden weggooien. Wij staan open voor andere dingen, zoals tussenwegen. De Universiteit van Wageningen heeft bijvoorbeeld voorgesteld om een objectieve wijze de buurt te gaan onderzoeken over hoe de wensen van de mensen tot uiting kunnen komen in de fysieke inrichting. En dat de sociale infrastructuur van de buurt ook bevordert. Dus daar zijn ook al andere opties voor. Daarnaast hebben wij heel lang geroepen dat wij graag een visietraject willen als buurt. Want ik denk, voordat je als buurt weet wat je visie is, wat voor buurt zijn we? Zijn we een rustige buurt die om 10 uur het geluid uit wil hebben? Of zijn we juist een hele gezellige, drukke buurt die om 12 uur nog steeds de barbecue en de muziek aan wil hebben? En op het moment dat we dat gesprek niet hebben gehad als buurt, kunnen we ook moeilijk bepalen hoe dat dan zich gaat uiten in een fysieke inrichting, denken wij. En daarom zouden we graag als buurt eerst met elkaar in gesprek gaan van wat willen wij nu? Wat voor buurt zijn we? Wat is onze identiteit? En daarna bepalen hoe dat zich uit in de fysieke inrichting van de buurt. Mis ik nog een vraag? Ik was heel nieuwsgierig of in het voortraject met stroom ook gekeken is naar van wie wonen daar. En met vertegenwoordigers van bewoners van hoe kun je nou op de grote groep inspelen? Hoe betrek je die erbij? In dat voortraject van het participatietraject verzorgd door stroom. En ik wil nog wel reageren op uw antwoord. Want ik denk van, u geeft dan Wageningen aan dat er een aanbod is om de vragen te inventariseren. We hebben de discussies wel eens hier gehad, ook in de Raad, over enquêtes. Dat wat er uit de vragenverzameling, hè, de inventarisatie van vragen, wordt gehaald door een deskundig bureau, kan altijd nog heel sterk afwijken van de ideeën en de wensen van de bewoners. Daar zullen we altijd bij mee geconfronteerd worden. Dat nog even terzijde. Dank, meneer Ittinga. Mevrouw Kuijn? Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het inspreken. Mijn vraag, u heeft het steeds over wij. Even goed tot mijn begrip. Als u praat over wij, wij weten hoe de bewoners en wij weten hoe wij de bewoners bij kunnen betrekken. Bedoelt u hart van de K-buurt, neem ik aan. Dat is wij, als u praat. Maar dat was mijn eerste vraag. Oké, maar die actieve bewoners waren de bewoners die we net ook zagen op de foto, toch? Maar ja, oké, dat even terzijde. Tweede vraag is, in het begin gaf u aan dat hoe de bewoners zijn uitgenodigd, maar dan krijg je alleen maar mensen die mondig zijn op zo'n bijeenkomst. Dat is inderdaad meestal zo. Maar wilt u dan dat wij de bewoners dan een participatieplicht opleggen? Want dat kan je niet doen, hè? Dat iedereen moet participeren, dat is moeilijk. Is dat een wens van u? En aan de hand van de vraag van mijn collega hier gaf u antwoord, want volgens mij zaten er meerdere collega's in de veronderstelling dat wij begrepen dat het participatietraject
niet deugde en dat opnieuw moest. Maar dan hoor ik u nu praten, dan denk ik, het gaat dus om de uitkomst. Want dat zegt u van, wij moeten kijken hoe de bewoners, wat de bewoners willen en hoe de bewoners de buurt willen inrichten. Dus het gaat niet per se om de participatietraject zelf. Het gaat dus om de uitkomst. Klopt dat? Want had u liever een andere uitkomst gezien? Is dat het probleem? Want dat is wat ik begrijp uit uw laatste betoog op het antwoord van mijn collega. Want iedereen zei toen u zei van het gaat niet, het traject moet van mij niet opnieuw. Dachten wij van, oh, dat wij dachten dat uit de mailingwisseling die wij hebben gehad, dat dat de meeste oproep waren van de meeste bewoners. Maar als u dat hier nu zegt van dat is niet de bedoeling, dan vraag ik mij af, als de uitkomst het is, dan weet ik niet per se of... Als we een ander traject doen of we misschien op een andere uitkomst komen, zoals mijn collega's al hebben gezegd. Want dat wordt dan een probleem. Dus, ja. Oké, u gaf aan het begin aan dat de foto die we lieten zien, dat dat de actieve bewoners zijn. Dat nu ook niet actieve bewoners. Nee, precies. Dus dat staat niet één op één. Dus dat zijn misschien de mensen die hebben meegedaan met dit traject, maar dat betekent niet per se dat het mensen zijn die de buurt heel goed kennen en de bewoners die daar wonen heel goed kennen. Dus dat wil ik u in ieder geval meegeven. Dat zijn mensen die zijn gekozen vanuit verschillende plaatsen in de buurt. Maar het kan net zo goed iemand zijn die daar net anderhalf jaar woont. Oké, okay, dus dat is op uw eerste punt. Op uw tweede... Sorry? Oh, oké. Okay. Op uw tweede punt, op de vraag of dit gaat om de uitkomst of om het proces. Mijn punt was dat wij het zonde zouden vinden. Of tenminste, sommige mensen zouden het zonde vinden om het traject helemaal opnieuw te doen. Ik stelde een gedeelte opnieuw te doen. Dus dat wij gaan kijken met onze buurt, hoe zit het? Wat zijn de dingen die we kunnen doen om de hele buurt erbij te betrekken? En de barrières tot participatie wegnemen, zodat de meeste mensen uit de buurt meegenomen kunnen worden in het proces. En u heeft me vanaf het begin horen zeggen, het gaat ons niet om de uitkomst, want... Wat mij betreft werd die volgebouwd, maar toen er op een gegeven moment kwam, want toen was ik er niet eens bij, toen er werd geprotesteerd tegen het volbouwen van de buurt, maar toen er uiteindelijk een participatietraject kwam, toen dacht ik, maar zo'n participatietraject, hoe het nu gaat, dat is niet de vertegenwoordiging van de buurt en het is al helemaal geen representatie van de 5000 bewoners die er wonen en dat is ook te zien in de verschillende voorbeelden die ik heb gegeven, zoals de bubbel die we daar zagen en de hoeveelheid stemmen aan het einde van het traject, namelijk minder dan 200. Dank u wel. Ik ga even door. Mevrouw Greb. Oh, sorry. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor je presentatie. In principe zijn er een aantal dingen die me bezighouden. Als je het hebt over de inhoud en inderdaad over de vormgeving, dan wil ik het nu wel hebben over de vormgeving en niet zozeer over de inhoud. Er zijn een aantal dingen die... Er ligt een probleem, hè? Dus dat is duidelijk. Ik heb een paar mailtjes binnengekregen, wel 12 mailtjes, en ik ga dat niet bagatelliseren. Ik denk dat de mensen niet voor niets achter een computer zijn gaan zitten om toch hun boodschap te geven. En wat we ermee doen, dat is een andere zaak. Maar ik ga dat niet negeren. Wel bewoners die... Ik moet u even onderbreken. Nee, ik... Sorry mevrouw Greb, ik moet u even onderbreken. Daarvoor ben ik voorzitter. De bedoeling is dat u een vraag stelt. Ja, maar dat wil ik even zeggen. En mijn vraag is nu... dat alles wat er is gedaan aan handelingen vanuit de bewoners, wat is jouw wens? Wat is jullie wens? Kun je dat duidelijk aangeven aan de AB? Wat eigenlijk jullie wens hierin is, maar meneer dat Bassoen, hoor ik niet. Wilt u antwoord geven? Ah, ja. Wij zouden graag als K-buurt de ruimte krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om de participatie op zo'n manier vorm te geven dat die de hele buurt past en alle soorten mensen uit de buurt past. Heel concreet. Meneer Van Dijk. Normaal zeg je bedankt voor het inspreken, maar ik vind het een beetje een raar verhaal.
Het proces is schijnbaar niet goed gegaan. U wil het niet hebben over de inhoud. En ik denk altijd dat inhoud gaat voor het proces. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe had het proces dan anders gemoeten? En waarom willen u het niet over de inhoud hebben? Want dat lijkt mij fundamenteel. Wij hebben inderdaad een hele stroom aan mails gekregen. We hebben een stuk of 20 mails wel gehad. Wat is er wezenlijk het probleem dan? Want wij hebben inspraak gewild. Wij hebben ook bijvoorbeeld een bepaalde toren hebben we verlaagd. En we hebben gekeken dat er bijvoorbeeld een bepaald plein was. En dat er in het plint cafeetjes zouden komen. Dat het een soort levendig gebied was. Dus wij hebben wel degelijk geprobeerd te luisteren naar de bewoners. Dus wat is er dan fout in het proces? En het tweede is, waarom willen u het niet over de inhoud hebben? En wij hebben het voortdurend over de inhoud. Ik noem u concreet een aantal punten die wij daadwerkelijk hebben aangepast op basis van de inspraak uit de buurt. Waar gaat het u eigenlijk om? Meneer Bazon. In mijn beleving gaat het erom dat wij nu... Ik zit hier als vertegenwoordiger van een heleboel mensen waar u ook mails van hebt gekregen. En... Die mensen hebben een mail gestuurd. De meeste mensen die mails hebben gestuurd, hebben niet in die adviesteam gezeten. En hebben ook heel weinig van het traject meegekregen. Dat is de reden dat het proces zoals het is gegaan, niet past bij onze buurt. Het proces past mensen die weten wat het belang is van vergaderen en bijeenkomen. En een participatietraject kennen, hoe het hoort, dat je erbij moet zijn. Maar bij ons in de buurt is dat dus... niet iets wat uitnodigend is voor de gehele bevolking. En op uw vraag waarom ik niet op de inhoud in wil gaan, dat is dus omdat ik denk dat het uiteindelijk hier niet gaat om de inhoud, want daar kom ik niet voor inspreken, denk ik. Wat zou u daarover willen weten? Dat is mijn vraag. Nou ja, concreet, hè. U zegt het is niet goed gegaan, het participatieproces. Misschien moet u in de spiegel kijken. U zat in die adviescommissie, u zegt hier heel veel mensen te vertegenwoordigen. Dan had u misschien beter met die mensen moeten praten. Wij hebben het op een nette, ordentelijke manier gedaan. Ik geef u concreet een aantal voorbeelden aan welke aanpassingen wij hebben gedaan. En u kunt wel heel makkelijk voor de vuist wegroepen, de participatie is niet goed gegaan. Maar dan moet u ook met een gedegen verhaal komen op wat voor inhoudelijke punten het niet goed gegaan is. En dan moet u niet zomaar wat wegroepen. Ik geef u een aantal concrete punten aan. Dus dan moet u op basis van de inhoud zeggen, hey, er lagen twee voorstellen en dit in het voorstel vonden we niet goed, of dat niet, of dat niet. Dus ik zou eerst naar mezelf kijken, want u zat in die commissie, u bent mondig, u vertegenwoordigt een hele hoop mensen, zegt u hier. Dus dan kunt u ook dat contact zelf leggen, wij kunnen niet alles doen. En het tweede is, wat zijn dan de inhoudelijke punten? Want wij zitten hier voor de inhoud en wij zitten hier niet voor een soort van proces wat dan niet goed gegaan is. Wat is de inhoud nou? Want daar kunnen we wat mee met de inhoud en we kunnen niet iets met... een proces wat al dan niet wel of niet goed gegaan is in de beleving van mensen. Meneer Bazon. Meneer, ik probeer u uit te leggen dat als ik nu iets over de inhoud zeg, dan is het Marco Barsoom die iets over de inhoud zegt. En ik heb maandenlang van mensen gehoord wat zij graag zouden willen. Ik heb ook al aangegeven dat we aan het begin van het proces hebben geprobeerd de participatie en de mensen erbij te betrekken. Maar dat wij door het wijde blik... bureau daarop de handen zijn getikt en die hebben gezegd, we willen niet dat jullie als bewoners alleen bij elkaar komen zonder dat wij daar wat aan doen. De bijeenkomst die wij toen hadden gepland met de mensen, die was juist bedoeld om te gaan kijken hoe kunnen we als buurt ervoor zorgen dat wij de meeste mensen erbij betrekken. En daar zijn we toen van op de handen getikt en toen hebben ze gezegd, dat mag niet. Op de inhoud, wij zien nu dat er twee varianten uit het traject zijn gekomen. Het open en het gesloten. Dat zijn de twee varianten. Een open variant en een gesloten variant qua bebouwing. En gedurende het proces hebben wij het gevoel gehad dat heel veel van de input die ook van het... Dus dan zal ik het maar hebben over het traject zoals het is gelopen. Los van de mensen die niet mee zijn genomen. Hebben wij het gevoel dat heel veel van de input die wordt gegeven, wordt getoetst aan de dingen die passen binnen de mogelijkheden. En niet dat wij onze eigen input kunnen geven op zo'n open en eerlijke manier. En dat er uiteindelijk wordt gekeken wat is er nu echt haalbaar. Dus de uitkomst van het proces was al van tevoren afgekaderd. Nikele. Ja, dankjewel.
Meneer Bassoum, ik denk, ik ga echt heel hoop met jou mee als je zegt, kijk naar dat beeld. Is dat niet een spiegel van de K-buurt? Dat is wat je probeert de hele tijd te zeggen, right? Oké, ben ik mee eens. Er wonen veel meer mensen in de K-buurt dan wat we zouden zien op dat beeld. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat die mensen die hebben meegedaan aan dat traject, dat het illegitiem is. Eén, ze wonen in de K-buurt. Je zegt, ja, misschien zijn ze daar anderhalf jaar of zo, maar je weet wel, ze wonen in de K-buurt, ze hebben ook alle recht om mee te doen, ze hebben wel meegedaan. Stel uw vraag, meegedaan. Nee, mijn vraag is, als je het participatietraject niet kan delegitimeren vanwege het feit dat die mensen die daar hebben meegedaan, mondig zijn, we leven eenmaal in een democratie, vanaf Grieks Agora zijn alleen maar mensen die mondig zijn, die bepalen hoe de democratie functioneert. Dus dat zou altijd zo gaan. Maar is het dan zo dat jullie zien in dat heel plan die nu voorliggen, iets in waar jullie kunnen zeggen, wij willen dat precies, misschien op die plein willen wij dat, dit of dat erin veranderen, of niet? En als je zegt, nee, dat zien we dan niet, dan zeg je, we moeten doorgaan met de plan zoals het is. Meneer Bassoum. Sorry. Ik vind dat we niet door moeten gaan met het traject zoals het is. Ik vind dat de uitkomst van het traject niet illustratief is voor wat de buurt... voor de hele buurt, dus het is niet representatief. Er is al helemaal geen draagvlak voor. Ik bedoel, er waren amper 200 stemmen uiteindelijk voor het ding. Dat geeft wel aan hoeveel mensen ervan op de hoogte zijn geweest en hoeveel mensen er achter het idee stonden van de 200 stemmen. Dat gaat ook nog weer, wordt ook nog weer minder wie er uiteindelijk hebben gekozen voor het uiteindelijke bestemming van de buurt. Nee, statistisch gezien zegt het geeft alleen maar dat 200 mensen hebben meegedaan. Ja, precies. Dat weet ik ook niet. Ja, precies. Ja, meneer, daar gaat het niet om. Sorry, excuses. Maar ik heb het gevoel dat ik de hele tijd mezelf herhaal. Maar wat ik probeer te zeggen, denk ik, misschien dat het niet goed overkomt, is dat het mij niet gaat en niemand bij ons in de buurt gaat om hoe het er nu uitziet. Het gaat erom dat wij als buurt nog niet weten wat wij willen, wat we willen zijn. En we zijn nu al in de fase waarin we gaan bouwen aan een openbare ruimte, aan woningen en aan voorzieningen, terwijl wij als buurt nog niet eens zelf willen weten wat we willen, omdat wij geen visie hebben als buurt. Dus die 200 stemmen staan letterlijk 200 stemmen van 5000 bewoners. Ja, en dat is heel duidelijk geen draagvlak uit de buurt. Dank u wel. Er zijn nog een aantal vragen voor u. Meneer Rees, u bent de laatste vragensteller voor vanavond aan de heer Bassoum. Ja. Ik dank u wel voor het inspreken. Ik dank u wel voor het inspreken. Ik heb ook respect voor u, zoals jullie altijd voor de K-buurt opkomen. Ik ben het lang niet altijd met jullie eens, maar ik heb wel respect zoals jullie dat altijd doen. Mijn vraag is, één is er al beantwoord. Het ging over of een andere plan zou komen dan. Dat heb je al beantwoord. Maar ik heb nog wel twee vragen voor je. Klopt het dat jouw advies bij een volgend participatietraject is dat we veel meer in Zuidoost moeten rekening houden met laaggeletterdheid en de manier zoals we dat ook organiseren in vergaderen en plannen? Klopt dat? Dat is de één vraag. En de andere vraag is, vind je dat jullie proces democratisch verlopen is? Op uw eerste vraag is het antwoord ja. Nog een kleine aanvulling daarop is, nog iets waar we hopen dat de overheid en het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur rekening mee houdt, is dat we als bewoners ook heel veel kennis hebben en dat we ook als bewoners beter weten hoe we de mensen uit onze eigen buurt kunnen bereiken. Dus dat we minder gebruik willen maken van externe partijen
en meer gebruik willen maken en de bewoners van de buurt in hun kracht willen zetten. Dat is aanvulling daarop. Uw tweede vraag. Oh ja. Ja, het is democratisch verlopen. Er is niemand gedwongen tot iets of en iedereen heeft het recht gehad om mee te doen. Ik wil wel een aanmerking daarop maken. Ik vind dat de mogelijkheid bestaat om iets te doen, nog niet betekent dat het voor iedereen toegankelijk is. En ik vind dat een heel belangrijk punt, want... Ja, bij de participatie, ja, de mogelijkheid bestaat voor mensen om mee te doen. Maar is het toegankelijk voor iedereen? Is er niet een barrière voor een heleboel mensen? Dat is de vraag. Dan wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw inspraak. En aansluiten bij de woorden van de heer S. Dat u dit knap gedaan heeft, want u heeft van iedereen een vraag gekregen. Dat gebeurt niet altijd in deze zaal. Ik wil u bedanken voor uw inbreng. En ik wil u vragen of u weer plaats wilt nemen op de publieke tribune.